De sfeer op de training bij PSV was donderdagochtend meer dan ontspannen. Santiago Arias moest na de training wegvluchten voor schoten van zijn medespelers. Nadat hij in een dolle bui alle klaarliggende ballen voor hun voeten had weggetikt. Davy Prupper maakte vlak daarvoor een prachtig bloepig doelpunt. Zijn schot op doel ketste af op de paal en rolde regelrecht in de kleine goal van de tegenpartij. Een eigen doelpunt uit de buitencategorie. Cocu trainde naast voorzet op doel vooral op de omschakeling. De aanvallende partij moest proberen te scoren. De verdedigers moesten bij balbezit het kleine doel zien te treffen. Siem de Jong legde de bal weer met veel gevoel in de kruising. Maar de mooiste actie van de dag ging naar Steven Bergwijn, die zelf een rush opzette. De bal terugkreeg van Gaston Pereiro. En vervolgens Rigo en Ramselaar omspeelden om keeper Luc Koopmans te verschalken. PSV speelt aanstaande zaterdag tegen NEC. Vrijdag traint de ploeg achter gesloten deuren.